Het was de 11e van de 11e. Traditiegetrouw de dag dat de nieuwe prins of prinses van Pottersburg bekendgemaakt gaat worden. Wie, oh wie, gaan de nieuwe heersers van Grave worden tijdens het carnavalseizoen 2023-2024? De markt van Grave was omgetoverd naar een feesttempel met muziek, gezelligheid en opperbeste stemming. In de middag was eerst de jeugd van Pottersburg aan de beurt. 5, 4, 3, 2, 1. En de nieuwe heersers, Prinses Jolde! Beste Pottersburgers en Pottersburgerinnekes, eindelijk is het dan zover. Hier ben ik, jeugdprinses Charlotte. Ik ben blij dat ik het nu tegen iedereen kan zeggen. Jullie hebben mijn kleine gevolg nog niet gezien. Prinses Charlotte stelde haar gevolg voor en heeft veel zin in de carnaval, zei ze. Maar was ook wel benieuwd naar de onthulling van de volwassen heerser. Na de traditionele introductie van voorzitter en oud-prins Menno en scheidende Tita Nick Jansen was de binnenkomst van Tita de 42e spectaculair. En om het nog mooier te maken, zowel pa als ma waren al eens lid van het klein gevolg van Pottersburg. Ja, Nick, ze kunnen wel even doorgaan. Hé, Menno, die P, hè? Dat is toch wel een ondernemend baasje, of niet? Nou, Nick, dat kun je rustig zeggen. Overigens, het is van geen vreemde. Ook binnen zijn familie zijn het nodige bezige bijtjes. Pottersburgers, Pottersburgerinnekes en ander gespuis. Ja! Daar sta ik dan. Prins Tita 42 van Pottersburg. Prins Tita de 42e maakte een emotionele openingsdans met moeder Kitty de Greef. Met deze toppers, prinses Charlotte en prins Tita de 42e, gaat het in Grave, Pottersburg, een geweldige carnaval worden. Alaaf!